Dit is Rana Antori, welkom erbij. In deze aflevering zullen we het hebben over de FID... de Final Investment Decision, die eindelijk getekend is... tussen Staatsolie NV en Total Energies. Suriname kan in aanmerking komen voor ongeveer 50 miljard US dollars... voor haar oil en gas. En we zullen hierover praten met de fractieleider van de NDP... de heer Rabin Parmissar. Meneer Parmissar, welkom in het programma. Ja, dank u wel. Ja, Rana Tori, wat akwaad mooi Zeker wel. Oké, Ja. En wat vindt u van de uiteindelijke ondertekening van de FID? Zonder meer is het een positieve zaak. Maar het is een lang traject wat we achter ons hebben gelaten. En een lang traject wat we doorlopen hebben. Ja, toch? Heel wat mensen uh, een aantal decennia zijn bezig geweest. Toen uh, het instituut in 1980 uh, 80 van de um, staatszulie geformaliseerd is. Maar daarvoor zijn er veel meer activiteiten geweest om daar te komen, laten we goed vaststellen. En dan zijn activiteiten gaan lopen. En een lang verhaal kort te gaan, de staatsolie, de raffinaderij gekomen. We hadden daarvoor al zoveel dan boringen voor olie uh, uit de grond. Maar het was allemaal op het land tot nu toe, wat staatsolie betreft. En met die raffinaderij is een grote sprong voorwaarts gemaakt. U uh, kunt nog belen herinneren toen president uh, uh, Bowders, ik dacht in 2019, kwam om aan te geven dat er olie gevonden is. Ja, dat was ook een mooi moment. Olie is gevonden op zee. Maar toen is uh, men verder onderzoek gaan doen. Hoeveel olie, et cetera. Dat is een hele discussie, een hele geweest. Uh, geavanceerde apparaten en alles. Mensen moesten komen. Er is heel veel geld is daar ook in gestopt. En uiteindelijk vond men er is genoeg olie. Maar genoeg olie en dan komt weer het traject. Om dat van de grond te halen moet er heel wat gedaan worden. En dat moet geïnvesteerd worden. En dat is het eigenlijk wat getekend is, recent, wat we noemen het finaal investeringsbesluit. FID. Ja, Financial investment decision. En daar is het besluit genomen: van ja, we gaan nu echt de voorbereidingen treffen om de olie in 2018 van de grond te halen. En daarbij zijn berekeningen gemaakt: er zal minimaal 10 miljard Amerikaanse dollars geïnvesteerd moeten worden in allerlei zaken om die olie uit de grond te halen. Maar ook er moet een hele grote boot komen, want ik heb begrepen dat er eerst ging op. 200.000 vaten per dag, maar nu gaat men richting 220.000 vaten per dag. Dat is, dat is heel groot. Ja, dat is heel veel qua volume. En daar zal, omdat wij tot nu toe hebben gezegd: we gaan uh, voor 20% daarin participeren via staatsolie, dan moet staatsolie voor ook afgerond een vijfde van de kosten van die investering komen. De staatsolie zal afgerond. 2 miljard Amerikaanse dollars ook moeten ophoesten. En wat belangrijk is nu voor Suriname, en dat is goed dat we even dat goed doornemen: mensen moeten niet denken dat het geld zo geschonken zal worden om de activiteiten van de overheid, begrotingsteun, de begrotingen die gemaakt worden, gegeven worden of andere zaken. Nee, als we het local content, dat betekent als onze bedrijven, Surinaamse bedrijven, ja, met het beleid van de overheid. Let wel, het beleid van de overheid zal belangrijk zijn. Ik kom daarop. Dan kunnen wij in de komende drie jaar extra 1 miljard in onze economie ja, terechtkomen. Dat kan dat terechtkomen, af, afgerond 1 miljard. Maar daarvoor moeten we heel wat technici gaan opleiden tegen die achtergrond. Zijn we een beetje laat, maar tegen die achtergrond. Vanaf, uh, ik concreet, vanaf... Minister Levens hier was, heb ik continu gevraagd om beurzen aan te bieden aan de mensen van de technische beroepen. Honderden zullen ja, nodig zijn en straks misschien duizenden, want we moeten niet blind staan op de, dit gedeelte alleen van de, van de olie uit de grond. Want hierna, niet lang hierna, komt een finaal besluit ook over gas. En ik heb de overtuiging dat intussen. Ook die in die andere punten, hoe die gevonden zijn worden. Begrijpt u? Dus heel veel mensen, met name technici, moeten we gauw gaan opleiden. Ik ben blij dat er wat mensen opgeleid worden. Maar even terug te komen. Dus dat besluit is belangrijk. Nu nee, moeten we, en de regering speelt een belangrijke rol. Dat het niet naar enkele grote bedrijven, dat al die werkzaamheden gaan. Maar dat de totaal Surinaamse bevolking daarin meegenomen moet worden. Zelfs taxiwezen moeten goed begeleid worden, restaurants, noem maar op. Alles gaat op niveau moeten komen. Er zijn veel gebouwen gaan komen, want al die mensen die komen werken hier in Suriname. Dus er is een enorme boost wat er zal zijn. Dus, maar dat moet bij de overheid, en daarom zeg ik, voorzichtigheid geboden. Er is een goed bestuur nodig in het land, waarbij we allen alle proberen mee te nemen... Zo breed, zo nationaal mogelijk. Geen friends en family zaken meer. Een transparant en goed bestuur. Met een leider wat zich nationaal opstelt. Al dat soort zaken spelen een rol nu. Ja? Dus dat zijn onder meer de gevolgen daarvan. En daarnaast ook nog, moeten we nu al met <coughs> vele wettelijke bepalingen komen. Als dat gelfnaam vanaf 2028 komt. Ja, toch? Hoe gaat dat? Hoeveel? Dan gaan we die exercities vliegen. En dit gedeelte, dat is gaat naar de schuldeister, Oppenheimer en noem maar op. Hoeveel blijft er over? Hoeveel komt naar het land? We kunnen nu niet voorspellen wat de prijzen van olie in 2028 zal zijn, weet u. Maar wat zijn de voorspellingen, et cetera, dat moeten we gaan kijken. Maar belangrijk is dan dat we niet al dat geld gelijk consumptief opmaken. Dat we in een spaar- en stabilisatiefonds zetten. Ja, dat. En het Stabilisatiefonds moet er zijn voor bepaalde doeleinden. We moeten met die middelen goed omgaan, zodat wij als land duurzaam gebruik van kunnen maken. En er wordt vaak verwezen naar de bekende landen in Europa, dat ze goed ermee zijn omgegaan. Nou, laten wij tot het besef komen dat nu een periode aanbreekt dat we met z'n allen zakelijk met een nationale optiek ernaar kijken. En met dat geld goed omgaan. God heeft ons bauxite gegeven. Dat is gegaan. Geïnvesteerd in dit land. Maar dit het gewenste effect volgens spelen. Dan is er goud, olie gekomen, goud gekomen. Dankzij olie en goud. Waar wij meer ja, hebben geparticipeerd. We hebben binnen binnengehaald. Ja, dat met enorm veel percentages hebben we dat. We hebben olie nu gevonden. Ja. Maar al die middelen, dankzij die overeenkomsten, gaat het een beetje nu zoals het is. Dan kan de krijgt de overheid enorm veel geld. Tussen 200 en 300 miljoen Amerikaanse dollar op jaarbasis via staatsolie. Maar dit gaat ook komen. Laten wij, dat is de oproep van de NDP-fractie. Wij zullen structuren, wetten in place moeten hebben. Dat dit geld wat komt, dat we duurzaam investeren. In de mensen. Ook investeren, in onderwijs investeren, in gezondheidszorg investeren, in de economie moeten diversificeren in die zin van dat, ik noem maar wat hoor, agrarische sector, kunstenaars en allemaal, ja, moeten daarin gestimuleerd worden. daarom stel ik, er moet een goed, transparant bestuur komen wat duurzaam geïnvesteerd wordt en daarvoor zullen er wetten en structuren ingebouwd moeten worden. De president gaf in zijn jaarreden aan dat veel hadden gehoopt dat het niet zo ver zou komen dat uh, de ondertekening zou plaatsvinden van de FID. Um, um, kunt u nog meer ingaan op de visie van uw partij uh, ten aanzien van de oil and gas? Nou, is ja dat de president in die termen praat. Dat zie je dan, president, niet dat je gelijk begint te po uh, polariseren. Vele hadden het niet gehoopt. Het is puur zakelijk. Er werd onderzoek gedaan. Het lag niet in onze handen. Het lag niet in de handen van de regering. Het lag bij de maatschappijen, toch? Die doen onderzoek en voortgang en voortgang van het onderzoek. Of wij hopen of A en B, et cetera. We hopen allemaal het beste voor het land. Maar we zijn afhankelijk van het onderzoek wat verricht is. En daarna afhankelijk van wat er op het financiële vlak, daarom FID, Financieel Investeringsbesluit. Finaal investeringsbesluit, ja toch? Dat is niet zo makkelijk, et cetera. De visie van de partij, wat de natuurlijke hulpbronnen betreft, is duidelijk. In de Grondwet van 1987 is duidelijk daarin gesteld ook, dat is de visie van de partij, namelijk, onze natuurlijke hulpbronnen moeten ingezet worden en zijn primair voor de Surinaamse natie. Wij zullen daarover beslissen. En moet ingezet worden op zo'n manier dat het duurzaam en structureel ja, de samenleving hele samenleving let wel ten goede komt ja. dus tegen die achtergrond hebben we keer op keer de vraag gesteld dat we hierover van gedachten wisselen in het parlement de, ik weet dat apache getekend had een production sharing maar nu zijn er andere zaken wat ook spelen toen der tijd was er mogelijk ja, dat uh, milieuparagraaf niet Uitgebreid uh, opgenomen. We zouden op het milieuparagraaf nu meer moeten letten. En ik zal kijken of zaken als oilspilling en noem maar op. Ja, goed, daarin zijn opgenomen. Eh, dat hebben we recent gezien, wat uh, Guyana betreft. Daarom, op dit soort aspecten zijn er revisies gepleegd. Hè, op de overeenkomsten die er waren. Maar belangrijk is, nogmaals, het is, uh, ja. laten we met z'n allen positief naar kijken. En uh, die, nogmaals, die fonds was er, gevonden bedoel ik, die fonds van de olie in dat gebied, 2019. En dat dus heeft een paar jaren geduurd, nu pak pakweg vijf jaar voor al dat onderzoek en finaal besluit. Dus onze visie, laten wij. Dat was ook de oproep geleid van toenmalig president Boutersen. Gelijk naar de fonds, heeft hij een oproep gedaan aan de samenleving hoe we er die gaan moeten kijken, zoals ik ook dan heb gesteld. U heeft het over Apache gehad en er was in de tijd een productieindelingsovereenkomst getekend... toen de NDP in de regering zat, maar de fractie van de NDP zei niet op de hoogte te zijn van deze ondertekening. Dat is een subjectief, dat is een verkeerde interpretatie gegeven aan de zaak. Toen was het met Apache getekend en we moeten kijken of hetzelfde overeenkomst nog geldig is. Wat is er nu getekend? Zijn er... Verschillende aanvullingen gepleegd in de tijd. In de tijd. Ja, dat, dat soort zaken weten we niet. Maar belangrijk is als we dat hebben eenmaal, dan speelt iets. Of die aspecten zoals ik genoemd heb, dat daarin voorkomen. Maar belangrijk is de, de, de punten die ik aangehaald heb. Eh? Wat voor beleid gaan we hebben met elkaar, de regering, coördineren, maar hier in het parlement. Dat we een, een, een plan hebben dat de totale samenleving. ...duurzaam daarin voor de totale samenleving geïnvesteerd wordt. Het mag niet zo zijn dat als in sommige landen waar er heel veel olie is... ...maar de totale samenleving, er zijn velen die er dan weinig van merken. Dat moet hier niet zijn. Er is een schreeuwend tekort aan investeringen. Een schreeuwend tekort aan menskracht, noem maar op, op diverse gebieden. En daar moeten we naar kijken. En belangrijk is hierbij ook. Dat we onze economie met dit soort middelen wat we gaan krijgen beginnen te diversificeren. Ja, Want de olie raakt een keer op. Maar met dat geld moeten we nu kijken welke sectoren wij hier in Suriname moeten investeren van de grond te tillen. Zodat we duurzaam, ook nadat de olie er niet meer zal zijn. En gas, dat we daar ja, van kunnen profiteren. We hebben voorbeelden van. Uh, gezien van Trinidad dat relatief nu heel weinig olie en ze gaan richting gas etc. meer uitbreiden Maar goed. Nou laten we dat soort zaken nu doen er is een, ik benadruk dat we naar die sectoren hier gaan investeren ja, waar we profijt zullen hebben voor, de, uh, voor op lange termijn de hernieuwbare zaken zoals nou, uh, forestry ja toch in de, in, de, in, de, in de bossen. Dus is er heel wat te doen. Niet op een manier van bomen kappen, et cetera, toch? Die economie van de bossen, forestry economy. Daar moeten we gaan kijken. We moeten gaan kijken in toerisme. Moeten we gaan kijken? Moeten investeringen doen? Ik herhaal, in de agrarische sector, visserij. Er zijn enorm veel mogelijkheden. En dan moeten we naar kijken met elkaar. Dat we goed ja, die sectoren van de grond tillen. En je moet diversificeren. Kijk maar, bijvoorbeeld nu in Burkopondo. Naast de, de, de goudsector is er weinig ja, ja, pokopoko hier en daar. Maar we zouden andere sectoren daar moeten ontwikkelen. dat dus geeft zo'n voorbeeld dat we nog heel wat te doen hebben. We hebben nog heel wat te doen. Maar is Suriname, oftewel de overheid en het bedrijfsleven, wel voorbereid op de inkomsten die gepaard gaan met de oil en gas? Ja, ze zeggen wel, maar er moet een plan zijn. Je merkt dat uh, het bedrijfsleven roept om meer betrokken te worden. Dat heb ik uh, gemerkt in bepaalde publicaties van hun. Maar terecht die opmerking ja, dat er veel afgestemd moet worden. Er moet niet afstemmen, alleen maar concrete plannen moeten er komen. En daar, daarvoor roep ik op. Dat is de achtergrond van mijn oproep hier in het parlement. Ja, dit is er komen. Laten we naar het. Uh, FID, besluit, eventueel met aanvullingen, maar hoe gaat het traject nu lopen op de punten wat ik aangehaald heb? Ja, recht. dat is mijn oproep. En laten we dat gauw doen. Laten we niet en, um, nogmaals het overlaten zonder plan dat het naar een kleine groep gaat, naar friends en family. En een kleine groep in alle sectoren de monopolie heeft. En als we niet goed voorbereid zijn met your life, dan gaan we van die 1 miljard in de komende drie jaren, daar gaan wij niet weinig van profiteren. Want dan zullen mensen uit het buitenland gehaald moeten worden. Met hogere salarissen in valuta en et cetera. Dan gaat het geld op die manier. Daarom tegen die achtergrond laten wij ons voorbereiden dat wij beter van gaan profiteren. Meer van profiteren. En dat wel, in de komende drie jaren is 1 miljard pakweg 300 miljoen op jaarbasis minimaal wat hier wij kun, kunnen implementeren, in de economie terecht kan komen. Maar de, de overheid zelf, de regering zelf, heeft minimaal, ik zeg echt minimaal, veel meer dan 200 miljoen ook Amerikaanse dollars. Dus in de komende drie jaar met goed beleid zal afgerond een half miljard Amerikaanse dollar in deze economie ja, geïnvesteerd kunnen worden. Met een goed beleid. En daarvoor roep ik op, ja, en dat heb ik. Nog niet gezien. Uh, en terecht zegt hij het bedrijfsleven afstemming. De bedrijven moeten ook op dat niveau ja, gebracht worden. Ik ben blij dat er nu al, ik heb gemerkt dat Staatsolie, want Staatsolie is voorop, Staatsolie ziet dit jaar gekomen, dat er recent, ik dacht uh, enkele tientallen ja, bedrijven waren opgeroepen en die zijn getraind, gecertificeerd, etc. Dat zijn mooie zaken. Laten we gaan kijken. ...naar meer studenten in onze, te onze technische opleidingen. De PTC, de uh, in de universiteit, weet je wel. Dus dat soort zaken moeten stimuleren. En als er weinig belangstelling mocht zijn voor die richtingen... ...dan moeten we het aantrekkelijk maken in die zin van go goede beurzen aanbieden. Weet je, dan zullen mensen dat aantrekkelijk vinden. Dan betaal je nu voor die groep misschien de huisvesting in onze studentenhuis... Ja, toch? In een bepaald bedrag, maar in die zin van dat ze x aantal jaren hier zullen moeten werken. Dat soort overeenkomsten kennen wij, ja, toch? in plaats van lenen bij NOB. Dat kan ook, neemt u geen kritiek daarop. Maar hoe maak je het aantrekkelijker voor mensen om in deze sectoren te gaan? Maar het moet niet blijven bij de technische beroepen alleen. Je moet er breed gaan kijken. Want je moet ook goede koks hebben, goede serveersters hebben. Nou, dat soort opleidingen moeten er ook komen. In de toerisme sector breed. Ja toch? Want de mensen zullen komen met hun gezin, et cetera. Nou, ben je daarop voorbereid? En daarover willen we dat debat hebben. En we moeten zien al die plannen op papier. Zodat het ook eenduidig naar alle relevante actoren gedistribueerd wordt. Welke voordelen kunnen nog meer voortvloeien uit deze Oil en Gas ontwikkelingen? De voordelen die er zijn, los van het financiën... En uh, dat onze mensen op een positieve manier. Gedwongen zullen zijn op een hoger niveau te functioneren. Veel meer mensen zullen gedwongen zijn om te, zich te gaan scholen en hoger te gaan scholen. Dus de kijker, net wat ik die voorbeelden gaf, hè, niet alleen technisch, maar ook allerlei andere sectoren. Dat zijn mooie voordelen. En daarom moeten we een beleid hebben. En dan hè, ook die wetten. Hè. Maar let erop: investeringen komen. Alle investeerders letten op een paar zaken. Niet zonder reden heeft de maatschappij, ik dacht al, 13 miljoen geschonken voor de gezondheidssector. Niet zonder reden. Want hun mensen ook, als ze hier komen, moeten snel geholpen kunnen worden. Dus u zult ook moeten investeren, dat zijn de voordelen. En verder in de gezondheidssector. De situatie nu kent u al, toch? Met vele tekorten, dat zelfs baby's dood zijn gegaan, et cetera. Nou, dus zal daar ook een enorme... Enorme, enorme investering moet komen, zodat de mensen, we hebben kundige mensen, we hebben kundige specialisten, dus de, helaas trekken enkele weg, ook een uh, maar dat zal ook als ze graag weer in onze richting zijn. Meer opleiden, meer opleiden, meer opleiden. Maar ook de criminaliteit, zullen we enorm moeten terugdringen? Hallo, wie wil er een laat komen waar er veel criminaliteit is? En als er iets gebeurt, moet er snel toch geholpen kunnen worden. Ja, en de infrastructuur, die wegen, noem maar op. Dus, er zijn nogal veel voordelen. Ja. Maar we zijn gedwongen om naar dat soort zaken te kijken. En al die zaken, noem maar een paar aspecten hoor. Ja, ook onze mensen zullen getraind worden. De hele samenleving eigenlijk, in hospitality. Hoe we vriendelijk moeten zijn, hoe we meer moeten lachen. Wij zeggen dat we een vriendelijk volk zijn... Maar zijn we allemaal vriendelijk bij de verschillende kantoren op die loketten als we komen? Ik stel die vraag voor u. Nee, voor mij een vraag, voor u we weten misschien. Ja toch? Maar ik bedoel het positief om niet iemand onaardig te zijn. Maar dat soort zaken zullen meer moeten komen. We zullen ook moeten komen. En er zullen veel meer programma's moeten komen. Want het hele volk. En eigenlijk als je goed kijkt, dan zijn wij, hoe moet ik het netjes uitdrukken? Zijn we toch niet zo netjes hoe we omgaan met ons milieu. rijdt u maar met me langs hè? dat zult u zien op al de bermen. Hoeveel rommel gegooid is, afval, plastic, dit en dat. Ons vuil ophaalt, wordt niet eens goed. Ja, dat is niet eens goed georganiseerd. Vanmorgen zag ik para. Ja, dat zo, zo lang is er para geen vuil opgehaald met al die gele zakken, et cetera. Weet u? Dus als ik me vraag. <laughs> Ja, welke voordelen? Dan zie ik dat heel breed. Ik noem maar enkele sectoren, et cetera. Dus, boom, onderwijs. We trekken ze naar Antwerpen. Ja, dat de chief ook toe En dan moeten ook de mensen die het niet zo goed hebben, dat we moeten gaan denken. Dat hebben we hier vaak aangehaald, het broertjesproject, ja, dat, voor de kinderen. Want heel wat kinderen komen op school die het, ja, met een lege maag. Dat soort zaken moeten we niet hebben. Dus laten we dat geld goed besteden, breed, productie en allerlei zaken die wij van de grond moeten tillen. En tot slot, denkt u dat um, de ondertekening van de FID uh, invloed zou hebben op het stemgedrag van de burger op 25 mei 2025? Ja, als het invloed zou hebben, dan zal men denken eigenlijk welke partij heeft er hier aan gewerkt. En dan kom je bij de Nationale Democratische Partij. We hebben continu geïnvesteerd in staatsolie. In moeilijke tijden hebben we een beroep gedaan uh, op de mensen om die raffinaderij te tillen. Ja toch? In onze tijd is de grote ontdekking geweest. Laten we dat vaststellen. Maar ik moet het niet langs NDP kijken. Ja toch? En laten we niet richting verkiezingen met al dit soort zaken gaan. Want ik roep op dat we nationaal hier... Naar moeten kijken en een goed beleid moeten opzetten. We moeten nationaal kijken naar de oil en gas ontwikkelingen, woorden van de fractieleider van de NDP, de heer Rabin Permissar. We hebben hem gehad in het programma in deze aflevering van Sanatori. We zijn ook aan het eind gekomen van deze aflevering. Bedankt voor het kijken. Heeft u een onderwerp dat u via ons wil belichten, stuur dan gerust een app naar het nummer 8485816. En vergeet niet onze socials te volgen. Sralentori, snel, scherp, altijd bij de tijd.